eigenlijk maar 9 maanden van tv geweest. Dus ik ben nog niet echt ontwend, zeg maar. Ik kan wel zeggen dat ik het ook wel een beetje heb gemist, hoor. Ja. Ik ga naar Duitsland. Aan een paar optredens gehad in Duitsland. Supergoed gegaan. Ik geef je harde gebeuren. En ik de Ik merk wel dat het nog iets te weinig schlagergehalte heeft, zeg maar. Ik hou van het eten, echt schnitzels met Jägersaus. Ik kan er geen genoeg van krijgen. We zijn natuurlijk een paar dagen uit elkaar geweest. En voor Nederland leek het een half jaar. Maar goed, het was echt maar een paar dagen. En we zijn eigenlijk hechter als ooit tevoren. Ja, Marvin werkte natuurlijk hier eerst in de winkel, dus hij wilde nog alles botsen. Ik heb mening, zijn mening en dan... Voor je het weet hadden we hier weer een of andere bitchfight over een broek die ik wel mooi vond en hij niet. Ik was even een paar dagen naar Spanje gegaan en toen is hij mij heel liefdevol achterna gevlogen eigenlijk. Ja. Toen dacht je gelijk, nou, kom maar weer terug. Nou, nee, dan denk je niet gelijk, kom maar weer terug. Dan gaan er wel heel veel gesprekken aan overheen en daarna is het van, oh, kom maar terug. Ik zal nooit gaan trouwen om op tv te komen. Als ik ga trouwen, dan doe ik dat omdat ik dat graag wil. En omdat Marvin dat graag wil. En mijn familie zegt ook allemaal, ga nou trouwen. Nou is opa en oma dan nog. Maar ik heb zoiets moet je niet afdwingen. Dat is een gevoel. En als dat op een gegeven moment op komt spelen, dan wil je dat en dan doe je dat. Ja. En het is niet iets waar je moet afdwingen of zomaar even moet doen omdat iemand dat wil.